Ik ben Miranda van der Aalst, Bosma, dat is mijn meisjesnaam. Ik werk nu 12,5 jaar in het CWZ. Eerst de opleiding gevolgd tot hartfunctielaborant. En daarna ben ik verder gegaan met de specialisatie. En in mijn geval dus pacemaker afdeling. Daar werk ik nu ondertussen alweer 8 jaar. Wij werken zowel polyklinisch met mensen die dus komen om hun pacemaker of ICD of een hartmonitor te laten controleren. En anderzijds werken we ook heel veel klinisch in huis. Dus dat is met mensen die dus opgenomen worden. En als ze dan hartritmeproblematiek hebben, kan het dus zijn dat wij de pacemaker of de ICD moeten controleren. We hebben een hele lage drempel dat mensen ons kunnen bellen. 24 uur per dag zijn wij eigenlijk in touw voor onze patiënten. Ja, als een patiënt naar ons toe komt, ze mogen zich eerst melden en daarna komen ze naar onze wachtkamer, waardoor ze door ons worden geroepen als ze polyklinisch komen. En dan gaan wij de pacemaker of de ICD controleren. Dus dat is een klein beetje wat het verhaal polyklinisch. Als mensen klinisch komen, als ze bijvoorbeeld komen voor een pacemaker implantatie of een ICD implantatie, dan liggen ze al opgenomen of ze worden opgenomen. En dan krijgen ze een plaatselijke verdoving en ze krijgen geen narcose. En dan vervolgens dan krijgen ze dus hun pacemaker of ICD. Je hebt ook patiënten waar je echt wel gewoon een band mee hebt. Hè? En dat maakt het ook wel weer bijzonder. Wat misschien wel mooi zou zijn is denk ik dat er nog meer mogelijkheden komen voor hartfalen patiënten. Zodat ze nog toch wat langer uit de voeten kunnen. En als je daarbij iemand kunt helpen en weer iemand een beetje gelukkig naar huis toe kunt laten gaan, hè, dan daar doe je het uiteindelijk voor. Dus dat is wat het beroep uiteindelijk leuk en mooi maakt.